fastfoodjes nu eten gaan pakken. Maar het is echt geen slechte geur hoor, ja. En ik vond dit echt een van de lekkerste geuren die ze daar hadden. Ja, als je morgen luistert gaan we wel naar de speeltuin. Ja, en de opvang brengen. Wil je Emmy naar de opvang brengen? Goedemorgen jongens, het is vandaag woensdag. De kinderen zijn gedoucht, aangekleed. Lij gaat zo naar de opvang. Voor de verandering ben ik ook maar een keer gelijk gaan douchen en aankleden. Wij zijn even bij Van der Valk gaan ontbijten. Dit is de kleine man. Nou, die pannenkoek ligt nu alweer daar. Soef is nu eten gaan pakken. Nou, de vlog vandaag is echt waardeloos. Na Van der Valk heb ik helemaal niks meer gefilmd. We kwamen daarna thuis. Emmie en ik hebben Soef een dutje gedaan. Tenminste, ik was niet van plan om een dutje te doen. Want ik moest nog heel veel in huis doen. Maar ik ben in slaap gevallen. En Soef moest natuurlijk... Moet sowieso gewoon goed rusten, want hij zit nu in de laatste 4 weken. Ik ga dit even zacht doen. Zo zit in de laatste 4 weken voor zijn wedstrijd. Dus dat is gewoon belangrijk dat hij gewoon goed rust en zo. Daarna ging ik even spelen met Emmy. Daarna ging ik koken, Alaya ophalen. En nu liggen ze allebei te slapen. Soef die komt zo thuis van zijn training. Die had vandaag alleen avondtraining, dus die komt zo thuis. En that's it eigenlijk. Ik heb helemaal niks meer gefilmd. Echt waardeloos gewoon. Ik ga het morgen beter doen. Ik heb morgen ook weer een event van Douglas. Het is ook niet meer zo heel vaak dat er events zijn. Dit zijn dus van die banden die Soef om zijn handen heen moet doen tijdens de training. En om ze dus om te doen, moet hij ze helemaal uitrollen. Maar ja, dit is natuurlijk veel makkelijker op te bergen. Dus als hij dan heeft getraind, zit het helemaal onder het zweet. En dan doe ik het in de wasmachine. En ik ben zo lief om ze elke keer helemaal op te rollen voor hem. Omdat het makkelijker is mee te nemen en ook makkelijker op te bergen is. Nou, dit moet allemaal nog opgerold worden. Het is echt heel veel. Dus ik ga daar maar eens aan beginnen. Deze zijn net uit de was gekomen. Maar ik zeg jullie eerlijk, soms komt het uit de was. En dan denk ik, ja, ik doe het later wel. En dan heb ik dus zo'n moment als nu. Dat het zoveel is geworden dat het gewoon een hele berg is. Dat ga ik sowieso niet vandaag afkrijgen. Want ik ben ook best wel moe. Maar ik ga in ieder geval een beginnetje maken. Dus ik begin dan bij het eind. En dan... Ik zeg jullie eerlijk, ik doe alsof het echt een kuttaakje is, maar ik vind het stiekem wel echt lekker om te doen. Goedemiddag guys, ik zit in de auto zoals je kan zien. Ik ben onderweg naar een event van Douglas. Ik zit in een tijdslot van 2 tot 3 uur. En ik kom 2:50 aan. Maar meestal is dat niet zo heel erg. Want het is gewoon dat je tussen die tijd kan komen om de nieuwe collectie te bekijken. Als het goed is. Want ik moest net nog even snel naar een Modello Boutique in Almere mijn jurk terugbrengen. En dat liep allemaal iets uit. Ik ben ook al een tijdje wakker. De kinderen hebben al ontbeten. Soef is nu... Soef is nu thuis met Alaya en Emmy. Hij was terug van training. Toen ging ik klaarmaken en toen ging ik zelf weg. Dus nu ga ik even naar dat Douglas event. En daarna ga ik gewoon weer terug naar huis. Ik heb eigenlijk daarna niks op de planning. Ik moet even snel langs de Ethos nog. En ik moet even bedenken wat ik ga koken vandaag. Maar goed, dat is het dus. Ik moet thuis ook nog een campagne filmen. Maar dat ga ik denk ik later doen als die kinderen naar bed zijn. Ik heb echt een heel leuk setje aan trouwens van Mirage, die two-piece. Met zo'n broek en een blouse. Ik ga even kijken straks of ik een betere spiegel kan vinden. En dan laat ik het jullie wel even zien, maar het is echt heel cute.
Drie verschillende soorten vanille en caviar erin. Oké. Okay. Deze is heel erg zacht. Ben benieuwd. Hele lekkere zachte zoete geur. Oh ja. Heel zacht inderdaad, ja. Ja. Het frisse dat heeft ja, is wel lekker. Per se, maar gewoon lekker dat vanille. Ja. Cool. Heel zacht en een beetje fris, ja. Ja. En heb ik ook een nieuwe van Butler. De alien. Die paarse alien was echt vroeger jarenlang echt gewoon van mijn hele familie de favoriete parfum. Ja. Nou, je zal hem wel een klein beetje herkennen, want hij zit er nog wel in. Oh ja. Maar hij is veel frisser, wat zoeter ook. En kleuriger. Hij heeft wat meer bloemen op de vorm. Ja. Dus je zal hem wel herkennen, maar de geur past ook heel erg bij de flacon. Ja. Vind ik. Ja. Ja. En dan hebben we Jardin. Oh, dat is een lekker merk. Ik heb daar echt vaker parfums van gehad. Ja, dit is heel erg bloemerig en veel met natuurlijke producten. Ze hebben 90% gebruiken ze daar natuurlijke producten. Dat is 90% biologisch en vegan. Deze is heel fris. Ja, je moet er wel van houden. Maar over het algemeen heeft deze het meeste de natuurlijke producten op de voorgrond. Dus deze is bijvoorbeeld heel fris. Maar ik zou dit niet snel gewoon voor daily opdoen. Meer als ik net uit de douche kom, even over mijn lichaam lekker fris. Ja, dat je lekker fris uit. Ja. De ene vindt het juist heel lekker, zo van ik hou van de frisse geur, ik hou daarvan. Maar ik hou heel erg van kruidig, dus dan is dit heel ver daarnaast. Dat is buiten je bed show. Hiervan hebben we bijvoorbeeld wel al donkere geuren. Die heb ik gehad. Tinten. Ja, die heb ik gehad. Ja, bijvoorbeeld een oud Mystic, die heeft juist weer meer dat hout op de voorgrond. Even kijken. Dit is de nieuwe van Billie Eilish. Dit is nummer 2. Ze hebben ook een nummer 1. Dus niet eens het zijn parfum. Jawel. Oh, dit vind ik heel lekker. Dit vind ik heel lekker. Ja. Ze heeft dus ook een nummer 1. En die oh, dit vind ik echt super lekker. Mag ik ook even doen hoor, of zou je dat willen? Ik heb wel parfum. Ja. Dat is een beetje. Ja. Gaat het weer dit is echt lekker. Deze is echt fruit. Ja. De rest is dat is waar ik van hou, ja. Ja. Tenminste voor over het algemeen dagelijks. Ja of bijvoorbeeld een lekkere kruidige geur. Mag ook misschien natuurlijk hout op de voorgrond hebben. Dat maakt het wat donkerder. Ja, daar hou ik van, ja. Of amber vind ik ook heel lekker. Dat is ook heel lekker. Dit is de nieuwe van Millie Bobby Brown. Van? Millie Bobby Brown. Weet niet of je dit vind ik ook heel lekker. Weet je waar dit naar ruikt? Deze Chantal 330 van de Labo. Het ruikt heel erg naar die parfum. Ja. Ze heeft dus eigenlijk alles in het paars gedaan. Paars is nou lekker man. Ja, ze heeft echt lavendel. Maar ik vind normaal gesproken lavendel niet lekker. Maar hij overheerst niet zo iedereen. Hij is heel erg zacht. Ja. En als je denkt van, joh, ik ruik ook nog wel iets zwaars op de achtergrond. Ja. Dat komt dus omdat ze ook nog een beetje van de cologne van haar vriend erin heeft. Oh, wat dus grappig. Het is echt zo'n biografie van Ariana Grande. Het is echt lekker zoet. Ariana heeft ook een algemeen hele zoete. Deze is echt enigszins zo'n frisse. Het is wel heel zoet. Wel koud. Ja. Ja, ik vind het niet vies, maar ik zou er niet snel voor kiezen. Het is wel lekker, maar ik denk dat bijvoorbeeld wat jongere publiek dit heel geweldig vindt. Ja, en dat is denk ik ook haar doelgroep. Over het algemeen wel, ja. Want eigenlijk bijna al haar... Maar het is echt geen slechte geur, hoor. Ja, maar je moet wel, want je zegt, je moet er wel voor. Ja. Nee, ik ga even met jullie mijn goodiebag uitpakken, die ik heb gekregen van de Douglas. Als eerste zit erin van Mermaid Hair. Oh, een waver. Dit is echt top. Ik vind dit namelijk echt geweldig om mijn haar met zo'n waver te tangen. Heb ik ook al vaker gedaan. Ik heb een andere thuis.
Dus dit vind ik heel leuk. Ik ben heel benieuwd. Dan van Tula Skincare heb ik de Cult Classic Purifying Face Cleanser. Nou, toevallig heb ik een nieuwe face cleanser nodig, want mijn is op. De Too Faced Lip Injection Extreme Lip Gloss. De Fable & Mane Detangling Leave-In Conditioner. De Billie Eilish No. 2. Oh, wat leuk! Ik had deze geroken daar zo. En ik vond dit echt een van de lekkerste geuren die ze daar hadden. En toevallig zit deze ook in de goodie bag. Dus hier ben ik blij mee. De Douglas Earthy Nudes Eyeshadow Palette. Het is een schatje? Ik ben blij, ja. Jij niet. Waarom niet? Dit zijn de kleuren. Ja, eten en drinken komt eraan, Alaya. Dan de Ariana Grande. Oh, dit is ook de Ariana Grande parfum. Maar volgens mij een mini versie of zo. Die ziet er wel heel klein uit. Dan de Alien parfum zit er ook in. Een nieuwe geur van Mugler. Dan de Wildly Me parfum. Oh, dit is die andere. Oh, eigenlijk hebben ze gewoon alle parfums erin gedaan. Dit is die andere die ik een beetje vond ruiken naar Chantal 33. Heerlijk. Ik vind echt parfums de best thing om te krijgen. Dus hier ben ik wel blij mee. En die allerlaatste zit er ook in. Die van Burberry Goddess. Nou, ik ben helemaal blij. Ik heb gewoon 1, 2, 5 parfums erbij. De Jardin Bohème douche gel. Die had ik daar ook geroken trouwens. Dan zit de Herborian CC Red Correct. Is dit? Oh, dit is een CC crème. Maar volgens mij ook een mini versie. Ja, 15 ml. Corrector voor rode plekjes. Dan de Way Scalp and Body Scrub. De Douglas Home Spa Relaxing Shower Foam in de geur Villa Bali. De Estée Lauder 2-in-1 Foam Cleanser. Ik zeg jullie eerlijk, wat ik jullie dus al zei van ik heb een nieuwe cleanser nodig. Ik heb net die andere gehad, maar deze zag ik daar al liggen. Ik kijk even naar hoe deze flacon eruit ziet. Dit is toch prachtig. Dit ziet er gewoon uit als iets wat je gewoon meteen wil gebruiken. Dus die ga ik ook als eerst gebruiken in plaats van die andere. Dan de lip oil van Kylie Skin. Passion Fruit heb ik. Hier ben ik wel benieuwd naar. Die ga ik meteen even testen. Even kijken. Heel fijn. Passion fruit smaak is niet super overheersend, maar wel lekker zoet. Oké. Dan de Dr. Suzanne Youth Booster, een eye cream. De 1-2-3 Peptide Glazing Serum. Skincare en parfum vind ik echt altijd echt lekker om te testen. Skincare is altijd, daar kan je ook echt niet genoeg van hebben. Douglas Salon Hair Texturizing Spray. Clinique High Impact Mascara. En als laatste de Benefit Fan Fest Volumizing Mascara. Ik wilde eigenlijk met deze twee terrorkinderen naar Monkey Town gaan samen met Soef. Maar ik was een beetje te laat thuis. Soef is nu net weg gaan trainen. Die is over een uurtje weer terug. Nee, we gaan niet meer naar de speeltuin. We hadden een afspraak, weet je nog? Als jij ging luisteren, zouden we naar de speeltuin gaan, maar je ging niet luisteren. Morgen weer een kans, goed? Ja, als je morgen luistert, gaan we wel naar de speeltuin. Guys!
Ik heb net linzensoep gemaakt voor de kids. Ik heb zelf even meal prep gegeten. Ik heb Nutella eten. Jello. Dus ik heb nu daarvoor Alaya en Emmy een bordje. En ik ben er nu eten aan het geven. Daarna moet Alaya naar bed. Dus ik ga eerst Alaya dan naar bed doen. Of nou ja, misschien is tegen die tijd toeval terug trouwens. Maar Alaya naar bed doen. En dan Emmy, of Alaya in bed doen. Emmien in bad en dan Emmien ook naar bed. Emmien moet eens douchen en daarna gaat Emmien in bed. Chillen. Wat zeg je? Emmien gaat slapen en chillen. Gaat Emmien chillen? Ja. Emmien moet morgen naar de opvang. Jij niet, hè? Alaya niet. Nee. Ik ga Emmy opvang brengen. Wil je Emmy naar de opvang brengen? Schatje.